De begroting voor het dienstjaar 2018 is gisteravond met 26 stemmen voor en 10 tegen goedgekeurd door het parlement. De regering krijgt hierdoor de ruimte een aanvang te maken met de uitvoering van zaken die zij in haar beleid heeft opgenomen. Aanvankelijk moest de begroting sinds het vorig jaar afgehandeld worden. Echter is dat steeds uitgesteld omdat de regering eerst orde op zaken moest stellen. Met name het ministerie van Financiën had ruimte gevraagd om aanpassingen te plegen. De totale oppositie is tegen de begroting omdat zij vindt dat die niet hoopgevend is. Opvallend was dat een aantal parlementariërs niet aanwezig was tijdens de stemming. Voor de oppositie waren slechts 10 parlementariërs in de zaal. VHP-assembleelid Aziz Kumar Gayadin meent dat de hele begroting meer uit de bevolking probeert te trekken, terwijl Patricia Etnel van de NPS zegt dat de regering niets doet tegen armoede. Deze begrotingen stemmen en ook de andere begrotingen, voorzitter, omdat het geen verbetering brengt. We zien dat die hele begroting gebaseerd is om meer uit het volk te halen, voorzitter. Waar het volk Alpinaart, de Maiskeer, eerste week. Ja, hoe gaat u stemmen? Dus wij stellen voor dat we zien dat ook er geen betere of geen koopkracht. Hoe gaat er is u stemmen? Koopkrachtversterking opgenomen, voorzitter. Geen koopkrachtverbetering voor die samenleving, voorzitter. Dus wij stellen voor en het hele parlement, zoals wij dat doen, om tegen deze begroting te stemmen, goed, voorzitter. Wij van de NPS-fractie zullen tegen deze begroting stemmen. En er zijn een aantal argumenten waarom. Ten eerste, we hebben gezien dat de begroting van 2018 geen licht zal brengen in de tunnel. Armoedebestrijding is teruggebracht met een aantal miljoenen, van 54 miljoen naar 13 miljoen. Als we verder de begroting bekijken, biedt de begroting geen ruimte om werkgelegenheid te creëren. De verwachte verlichting in 2018 biedt deze begroting ook niet. En als we kijken naar het feit dat armoede toeneemt, de prijzen in de winkel stijgen, zie ik ook niet dat deze regering maatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat de prijzen betaalbaar zullen worden. Vice-president Ashwin Adin zei na de goedkeuring van de begroting dat de regering in de afgelopen 8 jaar stappen vooruit heeft gemaakt. Hij vindt dat de wijze waarop er nu gewerkt is een grote prestatie is. Wat ik ook heb gemerkt is niet heel treffend gezegd, we kunnen reëler begroten. We zijn nog niet qua misschien de realisatiecijfers, BF-zetters, comptabiliteit, nog dat ding weten terug te brengen naar die effectiviteit van die begroting, waar we 100% realisatie, maar goed begroten ook. Ook nog niet geregionaliseerd, maar wat we hebben gepresteerd om te doen nu, is een prestatie en ik denk voor een geweldige felicitatie en een ondersteuning van u als parlement. Wat we in de afgelopen 2 maanden hebben gedaan, was die vertraging. We hebben vertraging gezien van 2-3 maanden. Maar u heeft heel in-depth, vanuit beide zijden hoor, ook de oppositie, heel scherpe vragen gesteld. En u heeft afgedwongen van de regering, en dat moeten we erkennen. Dat wij heel scherp zijn gaan kijken. Maar ik mag u direct meegeven, we hebben ook heel veel nieuwe maatregelen geïdentificeerd die we in principe niet geïdentificeerd zouden hebben als u nu zo strak gaat getrokken aan het feit dat u zegt boost die inkomens ook en breng de uitgaven terug. Het is dus mogelijk om samen te werken. Vice-president Ashwin Adin gisteren in het parlement. Hij is anders dan de oppositie zeer ingenomen met de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2018.